We moeten duurzamer gaan leven. Fossiele brandstoffen zijn er niet voor eeuwig. Alle ingrediënten zijn er, kennis, vaardigheden en er zijn mogelijkheden genoeg. Maar er moeten mensen zijn die het proces gaan versnellen. Wij zijn Solarteam Eindhoven, een team van 22 studenten van de Technische Universiteit. En wij willen de wereld een stukje duurzamer maken. Wij willen nu al laten zien dat rijden op zonne-energie mogelijk is door een gezinsauto op zonne-energie te bouwen. Ja, dit is waar het allemaal gebeurt. We maken samen de auto van morgen. En wij samen, dat zijn de mensen van Electrical Engineering, werktuigbouwkunde, Computer Science, Industrial Design en de organisatie. Nou, samen werken we dus keihard om ervoor te zorgen dat wij zometeen een fantastisch product neerzetten. In 2013 hebben wij met Solarteam Eindhoven Stella neergezet. Het is de werelds eerste gezinsauto op zonne-energie. En daarmee hebben we meegedaan aan de World Solar Challenge in Australië. En niet alleen meegedaan, maar ook gewonnen. We zijn super trots op Stella. Ze is de eerste stap naar de auto van de toekomst. Een toekomst waar auto's energie opleveren in plaats van energie kosten. En met een nieuw team gaan we een volgende stap zetten naar deze auto. En die auto moet uiteindelijk op uw oprit komen te staan. We hebben de auto zo ontworpen dat ze nog efficiënter, lichter en comfortabeler is. De auto is zo efficiënt dat ze meer energie opbrengt dan dat ze verbruikt, zelfs met Nederlandse weersomstandigheden. Daarnaast denkt de auto met je mee. Zo kan ze een suggestie doen voor de optimale route aan de hand van je agenda en de weersverwachtingen. Het design is er en die moeten we nog gaan maken. Zet samen met ons de volgende stap door te investeren in de toekomst, in groene energie. Help mee om onze wereld een stukje duurzamer te maken.